Goedemiddag allemaal, daar ben ik weer, Dark Player 20. In deze aflevering neem ik het voor een keer over. Ik heb gewoon een keertje zin om een beetje kwaadaardig alles in te kunnen spreken vandaag. We zijn hier terug bij The Legend of Zelda, de Wind Waker in HD. En we hebben dus de boomerang gekregen, waarmee we alles zeg maar kapot mogen maken. Oh, daar ben ik zo blij mee. Ik ben zo blij mee als ik allemaal dingen kapot kan maken. Dit wordt voor mij een hele zware aflevering, maar dat maakt me helemaal niet uit. Oké, dus we moeten hier onze weg vrijmaken. En als we deze weg vrijmaken, dan kunnen we dus naar de overkant toe glijden. En dan kunnen we dus eindelijk uit deze verdraaide plek. Want echt serieus, ik hou niet van de bossen. Ik haat deze bossen. Het is te groen. Het is een joy pendant. Ik haat joy. Ik ben absoluut geen liefhebber van joy. Ik haat het allemaal. Oh, dan kom je weer terug in deze centrale kamer. Deze centrale kamer die dus echt helemaal nergens op slaat. Wat we dus nou moeten doen met deze boemerang die we dus nu hebben gekregen. Moeten we dus midden op deze plant gaan staan. Natuurlijk mis ik het weer, Ventori nog aan toe. Het zal toch eens niet, hè? Natuurlijk moet ik weer falen. Natuurlijk moet ik weer vallen. Daar word je absoluut niet vrolijk van. Nou goed, dan gaan we maar weer terug naar deze plateau. Ik serieus, die ontwerper van deze tempel, echt serieus, die krijgt nog wel eens een keer een babbeltje met mij. Dark Player 20. Oké, nou dat we dus deze boemerang hebben, is het dus de bedoeling dat we alles kapot maken, waardoor dat we dus verder kunnen komen. Heb ik hem nou geraakt? Nee, ik heb hem niet geraakt. Verdorie nog aan toe, ik wil hem gewoon raken. Oké, nou, dit is dus heel erg vervelend, omdat ik dus ook nog eens een keer heel de gamepad ermee moet draaien en zorgen dat ik dus alles raak. Nou, huppakee, sloop, 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 sloop. Je hoeft niet zo te krijsen, hoor. Oké, dus wat nou de bedoeling is dat we dus hier deze deur snel mogelijk doorgaan. En dit water, dat ziet er nogal troebelig uit, maar het is eigenlijk gewoon normaal water waar je in kan zwemmen. Wat eigenlijk helemaal nergens op slaat, maar dat maakt niet uit. Goed. Kerel, ik ga dingen van jou jatten. Geef mij je golden verder en dan blijf je misschien leven. Oeps, ik loog. niks is veilig voor mij vandaag. Ik ben... Oh, zo slecht. Ik heb zoveel slechte ideeën. Ik heb zoveel slechte plannen. En daarom neem ik ook deze hele aflevering over. Misschien neem ik wel heel deze sessie over. Nee, dat ga je niet doen. Jawel, dat ga ik wel doen. Zelfde player terug in je mand. Zelfde player 20, die was gewoon een beetje te moe voor deze aflevering. Die kon er gewoon niet meer tegen. Die had gewoon veel te veel opgenomen. En nou is hij moe. En dan kan ik hier alles slopen en alles slaan. Oh, die slijmballen, die dingen die zijn zo irritant. Die drainen je magie, die proberen je helemaal zwak te krijgen, maar dat lukt ze natuurlijk bij mij niet. Oké, nou heel erg belangrijk om natuurlijk dit keesje natuurlijk te plunderen en alles mee te nemen wat we maar mee kunnen nemen. Oh, neem het hier, rubies. Wat goede koop. Daar zit ik dus absoluut niet op te wachten, op dat goede koop gedoe. Oké, nou, is er nog meer wat ik kan slopen? Yeah. Oké, nou prima. Dan hebben we nog meer van dat mollig water. Het leek net poep. Het is gewoon poepwater. Volgens mij is dit gewoon van de riolering of zo. Volgens mij heeft er iemand de hele tijd op de wc lopen scheten. En dan gooi ik nou gewoon een bom in. Moet je kijken hoe snel dat explodeert. Nou ja. Wat zit erachter? Ik wil weten wat erachter zit. Boom. Goed zo. Nou, wat zit erachter deze deur? Oh ja, deze grote puzzelkamer. Hier zit eigenlijk best wel het een en ander interessant gebeuren. Wat je hier wil doen is, je wil sowieso natuurlijk alle vijanden die je tegenkomt, wil je zo snel mogelijk allemaal verslaan. Dus. Ja, voor de mensen die het wel weten, dit is vermoeiend. Zelfde player, hou je mond dicht. Het is Dark Player op dit moment die alles overneemt. Je moet wel die Golden Feathers pakken. Hou je er buiten, Zelda Player 20. Dit keer ben ik degene die de controle in handen heeft. Ik neem gewoon heel je Let's Play over zonder dat je er erg in hebt. Want de kijkers vinden mij veel leuker dan jou. Dat is toch zo? Laat een like achter als je het even wil laten weten. Hoe meer likes, hoe meer mij, Dark Player 20. Oh, ik heb hier zoveel lol. Oké, nou, ik heb een paar golden feathers gemist, maar het maakt mij helemaal niks uit. Want het is mijn spel niet die ik aan het spelen ben. Oké, nou. Mag ik alsjeblieft jullie allemaal uitmoorden? Laat mij los! Boemerang tegen je smikkel. Met je bananentong. Die zag je niet aankomen. Oké. Nou, de bedoeling is eigenlijk dus dat we daar naar binnen toe gaan. Maar ik heb helemaal nog geen zin om daar naar binnen te gaan. Oh nee, ik zit in het poepwater. Bah, gaat ver, Derry. Dat is toch niet... ik wil eruit. Oké. Nou.
Laten we eens eventjes kijken wat we voor elkaar kunnen krijgen om deze kamer zo snel mogelijk te halen. Zou wel fijn zijn. Ik bedoel, ik zeg heel erg eerlijk, ik haat deze. Het is een boom en in die boom dan moeten we allemaal puzzels oplossen. Daar heb je er allemaal geen zin en tijd voor. En dat allemaal nog eens een keer in HD. Ik weet iets. We gaan zelf op 22 heel veel... Oh, we gaan hem heel veel werk geven. Het is in HD, 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 HD. Oh, die krijgt er net het werk, daar wordt hij niet vrolijk van. Oh, wat een lol, wat een lol, wat een lol, wat een lol. Oké, nou is het dus de bedoeling dat we een bommetje in dat gaatje gaan gooien om daar nog meer dingen op te blazen. Want ik ben een fan van opblazen. Hoe meer, hoe beter. Oké. Ah, touchdown. Om heel eventjes jullie wel te vertellen, ik verdoe jullie tijd hier eigenlijk, want deze kamer is totaal optioneel. Het enige wat je hier kunt halen, is dit kistje. En dit kistje is zinloos, maar ja, het is weer meer editwerk voor die Zelda-player. Die Zelda-player, die heeft alleen maar editwerk hierdoor. Zoals je dus kunt zien, is dit dus weer een treasure chart die je kan vinden en de ruby, ja, je kunt rubies ervan krijgen. Oh ja, dat hebben we echt allemaal nodig. Oké, nou laten we me hier zo snel mogelijk weggeven. Want deze plek, te veel shinies, te veel kleur. Ik haat kleur. Nee, geen liefhebber van kleur. Oké, nou. Ik weet niet waarom dat hij de hele tijd om op te roepen hoor. Goed dan. Ah, is die bloem... Hé, hey, de enige die ik van een gemene streek uit mag halen, dat ben ik, ja. Daar heb ik toestemming voor gevraagd bij de Nationale Slechterikkenbond. De Nationale Slechter... Hou je mond, Zelda Player 20. Dit is mijn aflevering. Je hebt hier niks mee te maken. Helemaal niks. Oh, dit spel begint mij nou al op mijn zenuwen te werken. Hoe hou jij dit elke keer vol, man? Serieus, ik dacht dat jij een hekel had aan deze Zelda game. Jij moet nog eens een keer proberen stenen op mij te gooien. Dat doe je maar één keer zoals je me zag. Oké, nou. Dus de kamer waar we naartoe moeten, dat zal wel heel ergens in de buurt zijn. Kan dit ding nog langzamer? Ben ik blij dat ik alleen maar op knopjes hoef te drukken. Dus nou, auw! Nou ben ik helemaal boos. Hoe durven jullie dit tegen mij te doen? Sterf! Stelletje inktzakken. Stelletje vullingen voor mijn vulpen. Draait. Oké, nou dan zijn we hier eindelijk boven aangekomen. En volgens mij zat hier iets heel erg belangrijks. Want ik niet weer van die stinken tentakelbeesten. Ik heb dus mij klaar aan die beesten. Oké, dit is dus een hele belangrijke kamer. Dit is ook een gevaarlijke kamer. En gevaarlijk, daar hou ik wel van. Wat we hier moeten doen, is we zien hier dit kistje. En dat kistje gaan wij ook helemaal leeg plunderen. Want het is een belangrijk kistje. En dat zorgt ervoor. Het is een beetje zeg maar een uitgang van deze tempel. En ik ben zo slim geweest omdat hij me nog niet eens aan te zitten. Zelfde pleet vind ik niet, weet niet wat er op te wachten staat met bewerken. Maar goed, oké. Wat we moeten doen, is we zien hier deze boom. En deze boom die is irritant, want die staat hier in de weg. We moeten al deze schakelaartjes, die moeten we allemaal omgaren. In één keer, in één blow. Dus wat je wil doen, is je pakt je boomerang. En dan ga je richten op degene waar je als eerste geselecteerd hebt. En dan nog, hup, 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 hup. En daar gaat hij dan. Hier met die inhoud van dat gouden kistje. Ik wil het allemaal hebben. Geef. En we hebben de boskey! Het is de big key, Zelda player. Houd toch eens een keer je mond dicht en hou je er buiten. Dit is mijn aflevering, kan ik vaak genoeg zeggen. En dan komen er ook nog eens een keer twee moblins. En ik heb jullie al vaak zat gezegd hoe gevaarlijk dat moblins kunnen zijn. En dan zijn het er twee. En dat is gevaarlijk. En ik zit hier vast! Oeh, hij sloeg zijn buddy. Wat voor een sukkel ben je dan? Oeh, ben je lekker aan het dansen omdat je pijn... Oh, dat doet pijn. Zelda player, hou je er buiten. Ik heb hier een issue. Damn, ik heb mijn items nodig en snel. Oké, dan gaat de Blue Potion. Daar ga je zoveel moeite voor heeft gedaan. Oké dan. Yeah. Nou ben ik echt boos op jullie. Auw. Blijf elkaar vooral slaan, daar maak je mij alleen maar blij mee. Ben je al dood? Sterf! Natuurlijk is het ook heel erg handig om van hun gelijk de skull necklaces af te jatten. Zo. En ik... Jij probeert mij te slaan, ik sla jou helemaal naar... Weet ik voor waar naartoe, maar ik sla je er naartoe. Je kunt ook heel erg veel rubies van die dingen krijgen.
Probeerde jij mij nou van achter aan te vallen terwijl ik roebies aan het verzamelen ben? Hoe durf jij je schavuit? Enigste slechtere keer, dat ben ik! Ja, maar mag ik je er wel heel even op wijzen dat je nou geen recovery items meer hebt? Dat je dus wel voorzichtig moet zijn met je health, want we willen geen game... Auwe, er buiten zelden plegen. Dit is mijn spel. Dit is mijn aflevering. Ik wil niks, maar dan ook niks van jouw gemauw horen over health. Natuurlijk ben ik niet te verslaan. Ja, maar je bent een slechterik en een slechterik verliest dat. Auwe, je daar buiten! Slechterik verliest niet. Ja, maar zonder mij kun jij niet bestaan. Ik kan wel bestaan zonder jou. Ik heb jou niet nodig! Oké, hoe kom ik hieruit? Je hebt daar die twee schakelaars die... Hou je er nou eens buiten? Ik weet heus wel hoe ik hieruit ga komen. Dus, er zit daar boven een deur. Geweldig dat je daar helemaal alleen achter bent gekomen. Jongens en meisjes. Zelfde player 20 die gaat dit niet navertellen als hij nou niet heel erg snel zijn mond dicht houdt. Oké, nou... Wat hebben we hier nou gehaald? Een grote sleutel. Nou, daar zit je op te wachten op een grote sleutel. Ik absoluut niet. Ik haat grote sleutels. Oké, nou. Zolang ik maar dingen kan slopen en slaan, ben ik tevreden. Je hebt nou wel je boemer... Hou je mond, Zelda Player 20. Oké. Ze staan hier allemaal maar gewoon in mijn weg. Ze staan me allemaal uit te lachen. Je weet dat deze baas best wel pittig is. Hou nou eens je mond. Waar kom je eigenlijk vandaan? Kun je een beetje meer over jezelf vertellen? Want hoe noemde je je eigen nou Dark Player? Au, je der buiten Zelda Player! Ik ben Dark Player, ik ben de boze kant van de Zelda Player, zoals ze dat dan zeggen. Maar ik vind het klets. Ik heb niks, maar dan ook echt helemaal niks met Zelda Player 20 te maken. Bam! Waarom zou ik iets met hem te maken willen hebben, überhaupt in eerste instantie? Nou, je bent behoorlijk heel erg veel aan het falen, dus misschien is het beter als ik de controller overneem. Zelda Player 20, ik zou je laten zien hoe een echte speler dit speelt. Pro, skills en natuurlijk heel erg veel vernietiging. Ja, vernietiging. Sorry, ik kon heel even niet op mijn woord komen, maar het is vernietiging. Dood en verderf. Nou ja, we zijn in ieder geval bijna klaar met deze stinktempel. Ik heb helemaal geen zin meer in deze stinktempel. Het stinkt naar groenigheid en ik haat groenigheid. Oh, twee van die maloten. Wie valt mij dan als eerste aan? En allebei tegelijk, dat is niet eerlijk. Alleen ik mag niet eerlijk spelen. Dude, je hebt wel een probleem in je helft nou, hè? Hou je dak buiten, Zelda Player. Goed dan. Als er niks waardevols in dat kistje zit, hebben ze een probleem met mij. Wat zit er in dat kistje? Ik haat joy pendants. Ik haat zwerfdorren. Joy, niks joy, er is geen joy, er is geen vreugde, er is helemaal niks. Oké, we zijn eindelijk bij de laatste camera gekomen. Ja, maar wil je nog wel heel eventjes dat kistje pakken? Dat kistje, dat is heel erg belangrijk, weet je wel, voor... Dat ik heb gezegd in de vorige aflevering dat dat heel erg belangrijk is. Ik heb er niks mee te maken dat dat kistje belangrijk is of niet. Dat bepaal ik, en ik alleen. En daar heb ik niemand, maar dan ook niemand voor nodig. Ik sloop hier eerst alles. Ik loot alles. Ja, maar je hebt nog maar anderhalf hartje en dan sta je al voor de baas. In de boskamer, daar zit heus wel iets wat me kan helpen hier in deze... Kijk, een veetje. Had je dan een veetje niet beter kunnen vangen? Hou je mond, Zelda Player 20. Ik bepaal dat zelf. Want ik moet nog naar dat stomme kistje waar je de hele tijd over zit te zeiken. Niet dat ik naar dat kistje wil, maar ja, ik wil alles hebben. Ik wil het allemaal. Alles is van mij en van mij alleen. En ik ga het allemaal ook pakken ook. Geef! Wat zijn die beesten irritant? De enige die irritant mag zijn ben ik! Ga aan de kant. Oké, nou. Laat ik dan weer die stomme warp gebruiken. Gewoon omdat ik lui ben. Ik heb helemaal geen zin om te lopen. Oké, nou, deze warp is dus heel erg belangrijk om weer terug te komen zo snel mogelijk bij die ene kamer waar ik het over had. Die ene kamer waar dat kistje ligt. Hoe durf jij hier voor mijn neus te staan? Je kunt hem ook gewoon negeren. Niks ervan, iemand die mij irriteert. Die kan dat niet meer vertellen. Die zorg ik ervoor dat ze het niet meer kunnen vertellen. Oké, nou, hier zijn we dan in die verdomde kamer waar dus zeg maar dat stomme kistje zou zitten. En die zit helemaal daarboven, dus we moeten een heel eind klimmen. En daar word je niet vrolijk van. Want ik haat vrolijk.
hou absoluut niet van vrolijkheid. En oh, waarom druk ik nou weer te snel op A? Hoe durf jij mij in de weg te zitten, jij plantbeest? Ga vliegen meppen of zo. Kunnen we hier wel een veetje halen ondertussen dat je hier naartoe zit? Hou je mond aan de pleeg, vind ik dat weet ik ook wel. Ik ben natuurlijk niet dom. Ik mag wel slecht zijn, maar dat wil niet zeggen dat ik dom ben. Dus dan pak ik hier heel eventjes snel mijn empty bottle klaar. En dan klim ik hier op, want hier zit dat veetje weer. En dat veetje, dat is heel erg leuk, want dat veetje, dat kijkt zielig als we hem vangen. Moet je kijken hoe zielig dat hij kijkt. Zoom er eens even op hem, zelfde pleeg. Dat veetje, dat kijkt zo zielig. Ah, en het leukste is dat veetje mag zich alleen maar opofferen op het moment dat ik hem nodig heb. Oh, wat is het toch heerlijk om slecht te zijn. Laten we maar naar dat vervelende kistje gaan voor datzelfde play 20 dadelijk nog weer verder daarover gaan beginnen te huilen. Oké dan. Nou, we zijn dan hier eindelijk zeg maar bij deze plant. Dan moeten we dus hoog klimmen. Wat hij dus net heeft uitgelegd in de vorige aflevering. Hebben jullie dat nog niet gezien? Ik geef jullie groot gelijk. Je wilde naar dezelfde plate weer te kijken. Dark Player is natuurlijk veel en veel leuker. Oké, nou. Voor die stomme steekplantjes wil je natuurlijk wel uitkijken. Want op het moment dat je daardoor geraakt wordt, op het moment dat je in de lucht glijdt, val je weer helemaal naar beneden. En dat wil je natuurlijk niet dat dat gebeurt. Nou ja, ik zou jullie natuurlijk vinkend uitlachen als dat bij jullie wel gebeurt. Maar het mag natuurlijk niet bij mij gebeuren. Dat snappen jullie natuurlijk ook wel. Oké, nou, er zijn hier dus een paar plantjes waar we naartoe moeten gaan. We moeten dus als eerste naar die plant hier. En deze, die is dus heel erg belangrijk om niet over te slaan. Dit is ook weer een van die treasure charts die heel veel mensen per ongeluk overslaan. Terwijl dat heel erg belangrijk is. Nou, ik weet niet. Volgens mij spring ik net niet hoog genoeg voor over daarheen te springen. Dus wat we gaan doen is, we gaan gewoon hierheen. Haal ik dat? Natuurlijk haal ik dat. En oh, daar zit zo'n stomme stinkplant. Ga toch aan de kant, man. Ga toch fietsen. Een plant op een fiets ziet er niet uit. En daarom kunnen we je dan nog harder uitlachen. Oké, nou, hier zal wel iets belangrijks in zitten. Wat zit hierin? Ik haat joy pendants. Waarom kom ik overal van die stomme dingen tegen? Nou, de enige reden waarom dat je dit niet eerder kan doen is omdat je dus zeg maar niet de plant op bovenop dit kistje kan mollen zonder dat je de boemerang bij je hebt. Dus de boemerang die is gewoon heel erg belangrijk om die bij je te hebben. Dus wat nou heel erg belangrijk is dat je de boemerang selecteert en dan ook nog eens een keer dat stomme ding daar bovenop gelijk kapot maakt. En dan, en het werk voor Zelda Play 20. Een extra treasure chart met als beloning ook nog eens een keer een piece of heart. Wat heel erg belangrijk is als je in hero mode speelt. Het is hero mode. Hou je mond, Zelda Play 20. Ik bepaal zelf wel hoe daar kan alles uit te spreken. Dus nou is het weer heel erg belangrijk om weer naar beneden te gaan. Naar die ene kamer waar we dus net waren. Om weer terug te komen bij de warp. Nou, dat is dus heel erg makkelijk om dat te doen. Om gewoon een beetje naar beneden te vallen. En dan ga je gewoon hierheen. Je weet al dat de verkeerde deur is. Zelfde pleger, ik weet heus wel wat ik aan het doen ben. Daar heb ik jouw hulp niet voor nodig. Het enige wat je wil doen is een paar keer in deze bloem springen. Wachten. Ik haat wachten. En dan wil je dus gewoon naar die overkant toe glijden. En dan kom je uiteindelijk bij die deur uit. Zelfde pleger 20, je moet hier zo mouwen. Ik weet precies wat ik doe. Ja, ja. Daag mij niet uit, ventje. Daag mij niet uit. Oké, dan gaan we weer naar ons bloempot toe. En natuurlijk, omdat we dus zeg maar net die kamer hebben verlaten, zitten we weer in die ene kamer, zit weer een veetje op ons te wachten. En dat veetje, dat kunnen wij dus gewoon weer gaan vangen. En daardoor hebben we dus zeg maar genoeg, zodat ik die baas kan molestreren. Oké, laat ik alvast eventjes hier mijn empty bottle klaarzetten. En, trouwens, nee. Nee, dat wou ik niet doen. Ik ga gewoon opnieuw. Nee, we hadden afgesproken dat we dat niet zouden. Ik ga gewoon opnieuw, Zelda Player 20. En jij houdt mij niet tegen. Als ik zeg dat ik dit doe, dan doe ik dit ook. En er is niemand, zeg ik jullie, niemand die mij hiermee tegenhoudt. Je moet wel een beetje oppassen met dat gestam wat je doet, want het is te horen in de microfoon. Zelda Player 20 scheut toch niet zoveel. Ga bewerken of zo. Doe iets nuttigs. Oké, weer terug in deze kamer. Dat veetje, dat ontkomt me dit keer niet. Dat veetje, dat zit opgesloten dadelijk in die fles. Kom hier. Ha, die sanders, daar word ik blij van. En ik heb een heel gemeen plannetje al voorbedacht.
In plaats van te zeggen dat we nou deze baas gaan doen, zeg ik tegen jullie allemaal. Leuk dat jullie keken naar deze aflevering. Dit was Dark Player 20 en ik hoop natuurlijk dat jullie dit leuk vonden. Laat het weten door een like achter te laten en laat een reactie achter wat jullie van de Dark Player vinden. Natuurlijk vind ik veel awesomer dan diezelfde player. En ik beloon jullie door een geweldige cliffhanger. En om het nog leuker te maken, zondag komt er geen upload. Dan ga ik mij gewoon eventjes een vrije dag geven. En dan laat ik zelf de player 20 het huis opruimen. En dan ga ik gewoon lui op de bank zitten en kijken hoe hij aan het werk is. Dus maandag gaan we naar deze baas toe. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. Ik hoop jullie dan allemaal te zien. Dit was Dark Player 20. Doei jongens. Ja, jongens, bedankt voor het kijken. Doei!